Hoi, ik ben Niels. Vandaag zijn we bij het trainingscomplex bij Vitesse. We gaan kijken bij de training van Stef Brummel, de keeper van Vitesse. En natuurlijk ook de keeper van Dutch Goalkeepers Academy. Wat is het? Goed. Ja, met Kiep ook? Zeg je? Met Kiep ook? Ja, zeker. Ja? Tegen wie het weekend? Weekend? Nee, lekker vrij. Hoe lang Kiep eigenlijk al bij de test op het moment? Op dit moment is mijn 11e seizoen bij de test. Dus je bent al ongeveer de dus je bent eigenlijk al... Ja, ik ben nu 20. Van mijn 9e jaar ben ik al hier bij Vitesse. Heb begonnen als eetjes. Dus nu is dat onder 9 volgens mij, onder 10. En ook eerst half veld. Mijn ouders brachten mij de hele tijd herhalen. Dus ja. Wat is het verrijden? Was ook 3 keer of 2 keer in de week dat ik hier zo moest trainen bij Vitesse. En dan nog een zaterdag naar Arnhem. Dus het was wel 3 keer in de week dat ze hier moesten komen en eerder vrij moesten nemen van werk. En, maar dankzij hun ben ik er nog steeds, daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor. Ja, bij welk team stageer je dan? Ik begon mijn carrière bij SV Epe. Eerst als voetballer, 3 jaar lang. En toen sloot ik te makkelijk binnen, ik was spits. En toen dacht ik maar, nu ga ik de ballen tegenhouden. Ja. En een halfjaartje gekiept en toen kreeg ik de brief van Vitesse op mijn mat. Dat ik een stage mag lopen. Een jaartje afgemaakt bij Epe. En een jaar erop mag ik hier zo kiepen. Gewoon jong talent dus? Ja, nee. Ik begon al altijd dat ik in de goal moest. Bij mijn oma hebben we een trapveldje. En daar moest ik altijd in de goal. Ging mijn vader en mijn broer gingen op mij schieten. En dan moest ik me maar tegenhouden van die harde karren knallen. Dus sindsdien ben ik ook bij Epe in de goal gegaan. Ja, maar hoe lang ben je eigenlijk al actief bij de Dutch Goalkeepers Academy? Het zou ongeveer 2 à 3 jaar zijn. Heb je dan ook zo, is dan zo lang blessure? Is dat dan niet, ben je dan wel ondertussen een beetje gaan voetballen of is het alleen maar op de bank zitten? Nee, het is alleen op de bank zitten op de tribune. Begin van de revalidatie, ik heb dan de voorste kruisband afgescheurd. De binnenband en de meniscus. En daar trekken ze wel een jaar revalidatie uit. En aan het begin was het aardig lastig. Dan word je geopereerd. Dan zit je er eigenlijk elke dag op de bank, niks te doen, de eerste paar maanden. En dan kom je 3 keer in de week op de club. Dan gaan ze je knie kijken en checken, kijken als alles nog goed is. Als je voorste kruisband nog goed zit, dan gaan ze testen doen. En, voor nu, de eerste periode was al zwaar. Maar de periode dat ik nu weer op het veld een beetje kan trainen, kracht trainen. En, nu voel ik ook wel fit om door te gaan. Ja, maar waardoor kwam de blessure dan? Het veld of? Nee, tijdens een wedstrijd tegen GVV, Veenendaal, competitiewedstrijd. En ik wilde een hoge bal pakken. En dan kwam de tegenstander van de zijkant en ik was al geland op mijn been. En hij maakte eigenlijk een sliding en hij kijkt naar mijn inbeuk. En mijn voet die stond en de knie draait helemaal zo naar binnen. Dus, toen was het eigenlijk gebeurd in de wedstrijd, de laatste 5 minuten. Ik heb daarna nog wel even doorgespeeld, maar ik weet niet of dat goed was. Maar... Wat voor rol heeft de Dutch Goalkeepers Academy eigenlijk in je carrière? In mijn carrière? Nou, de Dutch Goalkeepers Academy, als ik vakantie heb bijvoorbeeld, in de zomerstop, winterstop, kan ik daar terecht qua trainingen, samen met SL Nadi, Son van Robert, Den Dunne, Niels Sellers. Dan trainen we samen en dan maken we elkaar gewoon beter en fitter voor de tweede seizoen zelf of aan het begin van het seizoen. En je bent op profkeeper, wat wil je eigenlijk nog meer gaan bereiken? Wat ik nog meer wil bereiken is ten eerste gewoon weer fit worden. Qua persoon zeg maar, gewoon als voetballer of keeper. En daarna zorgen dat ik belangrijk word bij Vitesse. En dan wil ik een stap hoger op, misschien de Eredivisie top. En anders lijkt me wel leuk om in het buitenland te gaan spelen.
ander onderwerp, namelijk wie vind jij op dit moment de beste profkeeper en waarom? Wie ik de beste Eredivisie of algemeen? Ja, mijn voorkeur gaat wel uit aan Marc-André ter Stegen van Barcelona. Omdat hij voetballend heel goed is, op de lijn goed. Hij doet geen domme dingen. Ja, soms voetballend is hij nog aardig risicovol. Maar de houder van een voetballende keeper die goed meedoet om uit te goalkeeper. Hij heeft nog wel een mooie redding, precies. Daar heb ik ook van. En Wiesje, is het ook echt je voorbeeld of is iemand anders echt je voorbeeld? Nee, dat is echt wel mijn voorbeeld. Want vroeger was dat Edwin van der Sar. Maar nu met de tijd een beetje meegaan, dan is het Marc-André ter Stegen. En ook gewoon voordat hij ter Stegen ook gewoon, hoe lang volg hij ter Stegen? Toen hij bij Borussia Mönchengladbach actief was. Dus toen vond ik hem al goed. Toen kwam hij ook uit de goal en maakte ook al belangrijke reddingen. En nu bij Bas Veel nog even met geloof. Ja, maar bijvoorbeeld ook zo met. Wat heb je eigenlijk nog voor advies voor andere keepers van risico? Veel in jezelf investeren. Ga gewoon lekker naar buiten met vrienden of op je plaatselijke vereniging lekker met vrienden voetballen. En hou er gewoon plezier in. En het enige wat je als keeper niet moet hebben, is dat je bang bent voor de bal. Gewoon elke keer ervoor duiken en dan gaat hij maar een keer tegen je hoofd staan, maar dan moet je gewoon opstaan. Zo ben ik ook begonnen. Ik kon aan het begin ook niet goed keepen en denk iedereen niet. En totdat je een keer een bal tegenhoudt, dan geef je wel een kick. En nu wil je elke bal tegenhouden en zorg voor je team dat je genoeg hebt. En je moet er gewoon plezier in hebben. Dat had ik eerst aan mijn revalidatie nog niet, maar nu werk ik weer terug daar naartoe. Omdat ik weer belangrijk ben voor mijn team. Er zijn bijvoorbeeld ook maatregelen dat je gewoon bij bijvoorbeeld niet bij Vitesse, of je nou heel veel dingen die je normaal wel mocht? Nee, eigenlijk niet. Je mag wel veel, maar je moet gewoon aan jezelf stellen als je dat wel wil en kan. Ja. Dat was het eigenlijk. Hier lopen dan altijd het veld op bij de thuiswedstrijden. En hier hangen wij, vorig jaar kampioen geworden met Jong Vitesse. Het was een mooi jaar, vooral voor mij. De laatste 10 wedstrijden heb ik mogen spelen voor Jong Vitesse. En ik heb wel lekker gespeeld die wedstrijden. Dus kampioen geworden en nu zitten we in de tweede divisie. De trainingen worden hier allemaal jeugdspelers worden hier getraind. Dus hier richten ze dan. Als je hier een keer komt met een roetneus, dan doen ze gelijk een watje erin. Als je hebt last van je enkel, dan tapen ze je enkel in vast. Dan kun je weer trainen. Is van alles hier goed geregeld? Alles is hier goed geregeld. We hebben ook verschillende soorten fysio's. Fysio's staan allemaal onder de naam van de Vikings, Oenhouwer, Jesse Vloeman, Fysio. Ze hebben allemaal wel een keer voor Vitesse 1 gespeeld. En als je debuut mag maken, dan kom je hier op de Helderwand. Dus zoals Theo Jansen, John van der Klops en daar Theo Bos. Allemaal oude Vitesse, die hebben al allemaal voor Vitesse gespeeld. En Ros 1. Oh jawel. Nou, dit is onze kleedkamer van Jong Vitesse. Dus zoals je ziet, hier is de keeper van Jong Vitesse. Ik leer wel veel van Stefan, maar daar niet van. Voorbeeld van. Nee, hier wordt allemaal grapjes gemaakt, hier zo confusie. Wat is dat? Nee, dit is onze kleedkamer, hier wordt een beetje gehangen, omgekleed. Bedankt voor je tijd en veel succes nog. Ja, leuk dat jullie er waren. Dus was voor mij wel een motivatie. Dan kan ik weer door trainen. Ja. Oké, we waren vandaag dus bij Vitesse bij de training van Stef, eigen keeper van Dutch Goalkeepers Academy. En, het was zeker heel leuk interviewen en nu weer terug naar de academy.